Welkom bij de podcastserie Direct geleerd, duidelijk gedaan. Leuk dat je luistert. Deze serie van Gebruiker Centraal bevat de 10 hoofdstukken uit het gelijknamige boek Direct geleerd, duidelijk gedaan, maar dan ingesproken. 10 hoofdstukken met de belangrijkste lessen uit 50 webinars direct duidelijk toer. Zet jij je in voor betere communicatie en dienstverlening vanuit de overheid, dan is deze serie gemaakt voor jou. Nu volgt een hoofdstuk over een onderwerp dat niet vergeten mag worden. Duidelijk communiceren in je eigen organisatie. Wees ook direct duidelijk in interne documenten. Duidelijk communiceren met de buitenwereld vinden we belangrijk. Daarom besteden we er veel tijd aan. Maar hoe goed communiceer jij binnen je eigen organisatie? In je interne documenten duidelijk communiceren verdient namelijk net zoveel aandacht. Voor wie denkt dat het belang van intern duidelijk communiceren iets van de laatste jaren is, dat is niet zo. Al in 1940 stuurde de Britse premier Winston Churchill een interne memo rond. Daarin stond zijn verzoek om rapporten korter te maken. De eerste regels van zijn memo: To do our work, we all have to read a mass of papers. Nearly all of them are far too long. This wastes time well energy has to be spent in looking for the essential points i ask my colleagues and their staffs to see to it that their reports are shorter ook in nederland gaat intern duidelijk communiceren niet vanzelf neem bijvoorbeeld de beleidsnota een beleidsnota schrijf je nooit alleen als schrijver van de nota maak je een eerste versie maar meestal is die niet het eindproduct zegt gert riphagen specialist in het verbeteren van ambtelijk taalgebruik Soms maak je als ambtenaar een goede beleidsnota, maar wordt de nota daarna mishandeld door andere mensen die er aanpassingen in doen. Kijk uit voor verborgen lezers. Martijn Jacobs, directeur van Communicatiebureau LO van Eck, ziet vaak hetzelfde gebeuren. Veel schrijvers leveren een tekst op en krijgen die daarna terug met allemaal rode strepen erin. De leidinggevende of collega's die er naar kijken voegen opmerkingen toe vanuit hun eigen mening. Je hebt dan te maken met verborgen lezers. Doordat je telkens feedback van je collega's krijgt, gaan schrijvers dan maar schrijven zoals zij denken dat hun collega's het willen zien. Hierdoor wordt een tekst onnodig ingewikkeld. Uiteindelijk ga je zo totaal voorbij aan het doel: schrijven voor mensen voor wie de tekst echt is bedoeld. En dat is niet het enige. Gert zegt. Vaak is er ook te weinig aandacht voor het schrijven zelf en voor de opbouw en structuur van de nota. Wil je voorkomen dat je tekst- of beleidsnota ingewikkeld en onduidelijk wordt? Bedenk dan vooraf met collega's en leidinggevenden wat je met elkaar wil vertellen. Gert zegt: Denk van tevoren goed na over wat je boodschap is en wat jouw lezer met de tekst moet doen. Sla je deze stap over, dan krijgt je tekst meerdere doelen en wordt de boodschap onduidelijk. Kies daarom per tekst voor één doel. Let op structuur en begrijpelijkheid. Regelmatig zien Gert en Martijn beleidstukken met grote lappen ongestructureerde tekst. Dit is voor veel ambtenaren al lastig om te lezen en helemaal voor de uiteindelijke lezer. Maak een tekst daarom overzichtelijk. Schrijf per alinea over één onderwerp en laat de alinea's opvallen met duidelijke titels. Ga je meerdere argumenten noemen, dan is het goed om die in een lijstje op te sommen. Martijn zegt: Mensen zeggen nogal eens dat het niet nodig is om beleidsteksten aan te passen, want veel interne medewerkers zijn bekend met het onderwerp. Maar ook zij willen een tekst snel kunnen lezen en begrijpen. Of snel begrijpen lukt, ligt aan drie niveaus: je taalniveau, hoeveel interesse je in het onderwerp hebt, je interesseniveau. En hoeveel je er al van weet. Je kennisniveau. Korte teksten zijn niet altijd beter. Ook vanwege tijdsdruk bij de lezer is het belangrijk om interne documenten goed op te bouwen met een logische structuur en duidelijke zinnen. Gert zegt: Ik hoorde eens van een minister die tegen een ambtenaar zei: Ik sta om zes uur op om jullie nota's te lezen. Als jullie baggernota's blijven schrijven, denk je dan dat ik nog zin heb om zo vroeg op te staan? Martijn vult aan. En wat te denken van raadsleden, zij doen hun politieke werk naast hun andere werk. Je moet als schrijver dus moeite doen om te zorgen dat je tekst voor iedereen duidelijk is. Martijn vindt de leesbaarheid daarbij belangrijker dan de lengte. Ik lees liever een lange maar begrijpelijke tekst dan een korte maar onduidelijke tekst. Zoek intern naar medestanders. Als je in jouw organisatie duidelijker wilt communiceren, begin dan bij het management of de directie, zegt Gert. Ga met ze in gesprek. Zij moeten begrijpen hoe hard duidelijke communicatie nodig is, schriftelijk en mondeling, intern en extern. Ook is het belangrijk om medestanders te zoeken. Gert zegt: In je eentje kun je de cultuur niet veranderen. Zoek andere taalliefhebbers op, echt waar. Er zijn er vaak meer dan je denkt. Voorbeeld van gestructureerd schrijven. Een voorbeeld van Martijn. Het verschil tussen de oude tekst en de nieuwe tekst zit vooral in de leessnelheid, structuur en zinslengte. In de nieuwe tekst helpt de schrijver de lezer door opsommingen en kortere zinnen te gebruiken. De oude tekst. De meeste inwoners van de wijk hebben een aantal bezwaren tegen de voorgestelde infrastructurele wijzigingen. Maar als de gemeente voldoende garanties geeft om grote problemen op het gebied van de veiligheid en doorstroming te voorkomen of op te lossen, wil de wijkraad wel zijn goedkeuring verlenen. Daarbij is het voor het draagvlak wel van cruciaal belang dat de oplossingen die de gemeente kiest rondom de veiligheid en doorstroming wel in overleg met of in samenspraak met de betreffende wijkcommissie worden genomen om te garanderen dat de belangen van alle betrokkenen hierin worden meegewogen en meegenomen. De wensen en eisen van de diverse betrokken commissies hebben wij samengevat in een rapport een veilige en leefbare wijk. En zijn inmiddels aangeboden aan de ambtelijke werkgroep die zich gaat buigen over de infrastructurele wijzigingen als mede aan de verantwoordelijke wethouder die politiek verantwoordelijk is voor deze ingrijpende verandering. In de infrastructuur van onze wijk. De nieuwe tekst. De wijkraad gaat akkoord met de voorgestelde veranderingen aan de infrastructuur. De gemeente moet dan wel beloven dat ze een aantal problemen oplost of voorkomt. Het gaat om problemen met de veiligheid, de doorstroming. De meeste inwoners van de wijk zijn nu namelijk tegen de voorgestelde veranderingen. De wijkraad wil ook dat de gemeente met de belangen van alle bewoners rekening houdt. De meeste wijkbewoners zijn nu tegen de voorgestelde veranderingen. Daarom willen we dat de gemeente blijft overleggen met de wijkbewoners. Ook moet de gemeente keuzes samen met de wijkcommissies maken. Dat is belangrijk voor het draagvlak. De wensen en eisen van de commissies staan in het rapport Een veilige en leefbare wijk. Wij hebben dit rapport al aan de ambtelijke werkgroep en de wethouder gegeven. Tips om intern duidelijk te zijn en te blijven. Wil je in de organisatie aan de slag met duidelijke communicatie? Pak dan deze tips erbij. 1. Bedenk bij alles wat je opschrijft: Wat is mijn boodschap? Wat wil ik dat deze tekst met de lezer doet? 2. Schrijf alleen voor jouw uiteindelijke lezer. Let op dat je niet schrijft voor de verborgen lezer, dus voor de collega die meeleest. 3. Wees je ervan bewust dat de lezer jouw tekst misschien anders opvat dan je had bedoeld. 4. Motiveer je collega's om ook duidelijk te schrijven. Waardeer hun inspanningen met een beloning. Zo krijg je ze mee en creëer je steun binnen je organisatie. 5. Stimuleer medewerkers door ze schrijfopleidingen en de juiste hulpmiddelen aan te bieden. Breng het onderwerp duidelijke communicatie ook ter sprake tijdens de sollicitatie- en functioneringsgesprekken. 6. Wil je iets in jouw organisatie veranderen? Zoek dan medestanders en begin bij het management. 7. Geef nieuwe medewerkers bij hun introductie een schrijfwijzer met schrijftips van de organisatie. Een andere belangrijke tip komt van Jeroen Tebbe, initiatiefnemer van het landelijke actieprogramma. Huh? Wat bedoelt u? Zorg voor een omgeving waarin mensen het durven zeggen als ze iets niet begrijpen. Zie dit dan als positieve feedback, niet als commentaar. Een omgeving waarin je schaamteloos kunt zeggen dat je iets niet begrijpt, is een heel mooi begin. Wil je meer horen? Luister dan ook naar een van de andere afleveringen van Direct Geleerd, Duidelijk Gedaan. Nieuwsgierig naar de Direct Duidelijk Tour? Bezoek dan directduidelijk.gebruikercentraal.nl. Tot de volgende aflevering.